Zo, goedenavond en welkom bij de donderdagavonduitzending van het Heideweekjournaal. Het heeft heel wat moeite gekost om vanavond bij u te zijn. Niet alleen hadden we te maken met heel erg slecht weer, maar ook een kapotte camera. En dus had het team van het Heideweekjournaal vandaag een moeilijke dag. Maar dat is gelukt. Vraag niet hoe, maar we hebben in ieder geval een uitzending voor u. Laten we eerst maar eens beginnen met gisteravond. Toen was het namelijk groot feest op het Museumplein. Danny Nicolai optreden tijdens de Heideweek, hoe ging het? Ja, het ging helemaal super. Ik bedoel, de hele plein stond op zijn kop volgens mij. En de mensen hebben genoten en ja, ik heb dubbel genoten daarvan. En wist je van de Heideweek? Nou, ik kende wel natuurlijk het gegeven Heideweek. Dat is natuurlijk toch wel een beetje een begrip in Nederland inmiddels. Alleen ik had er nog nooit gestaan en dit jaar was de eerste keer dat ik hier werd uitgenodigd. En ja, ik denk wel dat het, althans voor mij, is het heel succesvol geweest. Wat vind je van het Edis publiek? Nou, ik vind het super gezellig. Ze zingen alles mee, ze dansen mee, de handjes gaan in de lucht. Ja, en dat is natuurlijk als artiest is dat gewoon heerlijk als je zo'n publiek hebt die gewoon zo meedoet. Volgend jaar weer? Wat mij betreft wel, maar of de organisatie dat ook vindt, dat moeten we maar even afwachten. Maar ik vond het helemaal te gek. Koningin, u heeft heerlijk staan springen. Ja, heerlijk. Even los. We hebben een hele lange dag gehad. We zaten vanmorgen om 7:00 bij de kapper. En dit is gewoon even lekker een paar nummers voor het slapen gaan, lekker uitgaan. Ik ben helemaal schor. Ja, dat is al een probleempje dat ik al had. Ik heb een beetje bronchitis en door het vochtige weer slaat het nog verder op mijn stem. En gewoon weinig slaap hebben, maar het is gewoon één groot feest. Heerlijk. Waar is je prinses? Jullie wisselden een beetje af met het dansen. Ik durf eerlijk te zeggen niet waar mijn prinses nu is, maar ik denk dat ze even bij vrienden aan het kletsen is en bij de ouders. En we gaan nu zo toch weer naar huis. We moeten naar de stomerij toe, dus dan gaan we lekker naar ons bedje toe, want morgen is de vroegdag voor ons. Heerlijke losse avond was het. Vanavond was los. Begin van de avond hadden we nog even een aantal verplichtingen. Maar vanaf een uurtje of 9:30 waren we hier op het Edeplein met de Hollandse avond. Nou, zoals je ziet, een enorm succes. En jij staat mee te zingen en te springen. Dus het is ook wel lekker. Welterusten. Dankjewel. Tot morgen. Guus, organisator van de Heide Hollandse avond. Hoe gaat het? Super. Het is één groot feest. One Two Trio is aan de gang. Net hebben we Danny Nicolai gehad. Gelukkig houden we het nog een klein beetje droog. Want we zitten echt duimen te draaien dat het niet ontzettend hard gaat. Dat gaat allemaal nog gebeuren, maar dat maakt niet uit. Maar het is nu één groot feest en dat willen we op Museumplein. Want met de organisatie, ik zag je net met een strak gezicht een beetje heen en weer lopen. Gaat alles goed? Alles gaat perfect. Je moet af en toe wat bijsturen, maar voor de rest gaat het helemaal super. En je geniet ervan? Ik geniet ervan, ja. De mensen genieten ervan en dan geniet ik ook. En daar gaat het uiteindelijk om. En de opkomst, is die nou minder door de regen? Nou, ik heb het idee dat het zelfs drukker is dan normaal op een woensdagavond. Vorig jaar hadden we op de vrijdagavond de Hollandse avond. Dan hebben we nu weer iets anders. En ja, volgens mij is het aardig druk. Een succes dus? Ja, daar doen we het voor uiteindelijk. De horecaondernemers steken hun nek uit. Die betalen toch aardig wat geld, gratis toegang, et cetera. En dan wil je ook wat voor terug. Nou ja, als het druk is, dan verteert men uiteraard ook. Maar dan moet het ook feest zijn. En ik geloof dat het nu gewoon feest is. Dat was dus gisteravond en zoals u kon zien hadden de Heidehoogheden het erg naar hun zin. Zoals ik al zei in het begin, het is een soort van nooduitzending van het Heideweekjournaal vanavond, omdat we behoorlijk wat technische problemen hadden en ook nog een keer heel erg veel slecht weer. Het is gelukt, we hebben nog 3 reportages voor u klaarstaan. Dat zijn noodreportages. We hebben er met man en man aan gewerkt om ze voor u klaar te krijgen. Dat is gelukt, maar wel met iets andere kwaliteitsmaatstaven dan normaal. Laten we eerst gaan naar vanmorgen vroeg. Toen gingen de Heidehoogheden namelijk op bezoek bij de eerstgeborene. Zijn naam is Teun. En ik zie dat er nog een kleine bij is. Ja. Genieten lekker van met elkaar. En dat alles in een goede gezondheid mag
verder groeien. Oh, ja. Is het allemaal goed? Ja, het is hetzelfde. Ja. Ja. Heel burgerlijk, hè? Al bij de nieuwe voorzitter zou het misschien wel meisjes. Toch niet zo. Ja, dat is wel. Ja. Sonja Willemstra, de eerstgeborene, hoe is dat? Ja, apart. Had het niet verwacht. Mijn moeder zei het al voor de gein, van misschien wordt het wel de eerste, maar het was dus ook zo. Ja, het is nu de eerste. Is de bevalling goed gegaan? Ja, snel en goed. Allemaal, alles goed. Heb je de hele huiskamer vol? Is dat nou bijzonder? Ja, we hebben niet zoveel visite gehad nog deze week, omdat we het rustig aan wilden doen. Maar dit maakt het wel weer goed. Nu is de heidekoningin en de heideprins zijn hier. Hebben die de baby al aangeraakt? Nee. Gaan ze dat nog doen? Als ze dat willen, mag dat. Eerstgeborene en allemaal cadeautjes. Hoe komen jullie nou zoveel cadeautjes? Nou, dat is al jaren bezig. En het is zo, als mijn vrouw in de winkel komt, dan weten de mensen al, hey, daar komt ze weer. Zeker voor de hele week. Ja. Dus het is geen schooi voor cadeautjes. Het gaat heel spontaan allemaal met de winkeliers. Die krijgen ze allemaal aangeboden? Ja, we moeten nog wel even langs om te zeggen dat we weer komen. En dan moet het later weer ophalen. En we hebben in Bennekom Henk Mekking, die doet het in Bennekom. En wij doen het in Ede en ik doe het aan het Rozenplein. En zo zijn we met z'n drieën zijn we daar toch wel een week mee bezig. Ja, want de eerstgeborene, het is eigenlijk niet echt bekend of het nou een jongen of een meisje is vooraf. Hoe doen jullie dat? Nou, wij hebben contact met de gemeente. En die bellen we dan. Die mochten we om 4:30 bellen de dag ervoor. En kijken om de eerstgeborene na 8:00 van de opening. En dat, vrijdags, dat was deze dus. En dan krijgen we de naam van de gemeente al door. En dan nemen wij contact op met de mensen hier. Dat we eraan komen. En dan is het cadeautjes regelen en zorgen dat alles af is. Ja, ja, ja. Wat voor cadeautjes krijgen de mensen nou? Nou, het is onvoorstelbaar. Ik denk dat er voor een bedrag van 300-400 euro zit er toch zeker in, hoor. Ja. Allemaal verschillende dingen? Allemaal verschillende dingen. Van allemaal verschillende bedrijven. Van de bakkers, van de bloemist, de kruidenier, Albert Heijn van de Rozenplein. Die heeft dan drie winkels, die van alle drie de winkels erin. Ja, dat loopt fantastisch. Het is gewoon een groot feestje. Ja, ja. Nou, die mensen die genieten straks, hoor, dat weet ik zeker. Er zit van alles in. Ja. De heidehoogheden worden voor van alles en nog wat ingezet. En als het even kan, dan proberen veel bedrijven en organisaties ervoor te zorgen dat ze in de Heideweek ook wat mogen meesnoepen van de PR-promotie die mogelijk is dankzij de heidehoogheden. Nova Gelria heeft dat bijvoorbeeld geprobeerd en het is gelukt, want de heidekoningin en heideprinses waren vanmiddag aanwezig bij de officiële lancering, de onthulling eigenlijk beter gezegd, van het bouwbord van Nova Gelria. Dat is het Gelria-trein zeg maar in Ede en dat zag er zo uit. Marco! Ja, daar gaat hij. Ja? Kavok, 1, 2, go! Henk van Ruitenbeek, we staan hier bij een bouwput. Wat is hier precies aan de hand? Zoals vaker met een bouwput, de bedoeling is dat daar een gebouw gaat komen. Wij gaan hier bouwen. Een grote parkeergarage ondergronds, 240 parkeerplaatsen. Een supermarkt, overige winkelruimte, supermarkt voor Hoogvliet. En daarboven gaan wij 47 vrije sector appartementen bouwen. Voor de huursector. Nu zijn de Heideweek en Heideweek Koningin eigenlijk hier geweest. De Stichting Heideweek is hier ook geweest. Wat hebben die hier gedaan? Die hebben zich ingespannen om het bouwbord, waar een prachtige impressie op staat van wat hier komt, om dat te onthullen. Het is eigenlijk de officiële start van het project. We zijn voor de vakantie al begonnen met wat fundatiewerkzaamheden. Het eerste stukje fundatie zit er ook in. Er was hier natuurlijk een stukje grondvervuiling die gesaneerd is. En we hopen nu over te gaan tot de echte bouwactiviteiten. Wat heeft deze bouw nou te maken met de Heideweek? Ede heeft alles te maken met de Heideweek en wij bouwen in Ede. En dan hoort toch de heidekoningin er wel bij.
Jan Valkenburg, een speciale dag, want de heidekoningin en de heideprinses zijn langs geweest. Ja, ja nou, ik kom niet uit Ede zelf, dus dit is voor het eerst dat ik het meemaak. Heeft u wel gehoord van de Heideweek? Jawel, jawel. Ik woon in Veenendaal, dus dat is niet zo ver hier vandaan. Dus, ja, het is nu een regenachtige dag, allemaal blubber en nat. Ja, dat is voor jou normaal, denk ik. Nou, zijn we gewend in de bouw. Dus, vindt u dat niet vervelend? Ja, iedereen heeft liever mooi weer. Maar ja, dat hebben we niet voor het zeggen zelf. Nu is het natuurlijk jammer, want de heidekoningin en heideprinses zouden wat onthullen. En ja, dat is nou niet helemaal zo gegaan zoals het zou gepland zijn. Gaat u vandaag nu nog gewoon door met dit werk of wordt ook de werkzaamheden aangepast? Nee, normaal gesproken gaan we gewoon door met werk in de regen. Dus, Weer of geen weer? Weer of geen weer. Ja. Hoort erbij. Ja, dat is zo. En terwijl het vanmiddag behoorlijk regende, was het toch erg gezellig in de Klinkenberg. Vorig jaar werd daar al het Vilente 50-plusplein georganiseerd. Dat was toen buiten bij de Klinkenberg. Toen was het ook heel mooi weer. Maar dit jaar zat het niet mee en dus werd besloten om alles van buiten naar binnen te verplaatsen. Het mocht de pret niet drukken. Sterker nog, het was erg druk en gezellig in de Klinkenberg vanmiddag bij het Vilente 50-plusplein. Ruimte doen. Ondanks alles verloopt het heel erg goed en is het nog behoorlijk druk. Het loopt buiten met het eten ook heel erg goed. Want het enige wat ik eigenlijk wilde realiseren is de markt waar jullie niet naartoe kunnen op zaterdag en maandag hier in Ede, gewoon hier naartoe halen. En dat is eigenlijk weer gelukt, alleen is het binnen, het is niet anders. Maar ik wil de heideoogheden van harte welkom heten. Zij zullen zo meteen langs iedere kraam gaan. U kunt kort vertellen waarvoor u hier zit. Even een klein praatje. Die dame zit voor de SNS-bank en die gaat over geld. Ik ook. Ja. En het gaat allemaal goed verder. Dus, ik heb daar een fotolijst staan en iedereen zal zich afvragen wat doet die fotolijst staan. Ik heb besloten, en ik ben ook Vilente en ik ben trots op Vilente, dat Vilente mee gaat doen aan de Pakistan-actie. Ria Visser, we staan bij het Vilente 50-plusplein. Wat is dat? Dat is voor de ouderen. Wij doen een hobby echt voor de senioren. Wij doen een hobbymarkt en welzijnmarkt. Dus Leven Nu is er bijvoorbeeld, Voorwerk is er, daar hebben wij een samenwerksverband mee. De SNS-bank legt uit wat er voor de ouderen allemaal is. Dat is het zo'n beetje. En de mensen die er verder zitten met schilderijen en sieraden, die hebben dat als hobby. Wij laten zien aan de ouder wordende mens wat voor hobby's je kan hebben als je ouder wordt. Eigenlijk een informatiemarkt? Een beetje een informatiemarkt, ja. We gaan naar de heidehoogheden, zijn die nu? Wat hebben die allemaal gedaan? De heidehoogheden die gaan nu langs alle kraampjes op om even wat informatie te krijgen. Zij zullen zo naar beneden gaan. Wij hebben ook mensen van de Hartenberg. Die nodig ik elk jaar uit. Er zit een school bij met verstandelijk beperkte kinderen van de toekomst. Die heb ik uitgenodigd. Want ik vind het heel belangrijk dat je als organisatie zusterorganisaties meeneemt. Of broederorganisaties, net hoe je het noemen wil. Wat kunnen de mensen hier nou allemaal zien doen? De mensen kunnen kijken, er worden hier schilderijen gemaakt, er worden hier sieraden gemaakt. Ze kunnen zien van, joh, wij willen ook sieraden maken. Dat kunnen ze bij mij of bij mijn collega opgeven. En dan zorgen wij dat er een groepje komt, een workshop voor ze. We hebben zojuist een mevrouw gesproken die haar boekje gepresenteerd kreeg. Wat vindt u daarvan dat dat hier gebeurt? Ik vind het geweldig. Als die dame daar gelukkig van wordt en die dame is ook ouder, en dan denk ik, doen. Ik vind dat alles moet kunnen voor die ouderen. Dit is eigenlijk de activiteit voor ouderen in de Heideweek? Ja, dit is eigenlijk de activiteit, ja. Dit is geweldig. Geslaagde activiteit? Ja, jammer van het weer, want we stonden buiten. Vorig jaar hebben we ook buiten gestaan, dat was fantastisch. Nu dacht ik van, joh, we moeten naar binnen toe, het is allemaal wat kleiner. Maar we hebben ons allemaal aangepast, we zijn allemaal positief en het loopt geweldig. Weer of geen weer, het blijft leuk? Het blijft leuk, ja.
En ik hoop dat de Pakistan-actie wat opleveren. Het zou heel erg mooi zijn. Ja, het is vandaag de Nationale Dag voor Pakistan. Ja. Ook Vilente werkt eraan mee. Wat doen jullie nog meer daarvoor? Nou, dit doet de Klinkenberg. Wat de rest van Vilente doet, weet ik niet. Maar dit doen wij van de Klinkenberg uit. Wij vonden dat we eraan mee moesten doen. Ja, het Klinkenberg team laat foto's maken en dan gaat 50 cent naar Pakistan. Ja, iedere foto die gemaakt wordt, gaat 50 cent naar Pakistan. Ja. Ook daar de mensen te helpen? Ja. Ik vind de ouder worden de mensen die willen dan toch wat geven. En als je dat gezamenlijk kan doen, is alleen maar mooie. Het valt best mee hoor. Oh, maar ik ben nog net 13. Oh. Helemaal zo'n applaus, dames en heren. Ik vind dat wel leuk. Ja hoor. Klazina Plaat Schelfhorst. Ja. U heeft een metamorfose gewonnen. Ja. Ja, ik heb met de bingo. Ik win nooit wat en dit keer had ik dus een prijs. Dat was gelijk een grote prijs. Ja, dat was gelijk een grote prijs. Wat heeft u allemaal gekregen? Nou, wat ik aan heb. Dus een giletje, een blouse en een rok. En je haar werd gekapt, een beetje opgemaakt. Compleet helemaal, met mijn voze dus, ja. Ja, helemaal compleet. Vindt u het mooi geworden? Oh, jawel. Ik heb even in de spiegel kunnen kijken. Oh, sorry. Ja, dus, je bent wel tevreden? Ik ben tevreden hoor. Ik win nooit wat. Maar dit is voor het eerst dat ik hier in 6 jaar zit dat ik wat gewonnen heb hoor. Dus, Ja? Ja, dankjewel. Ja, dit is heel apart hoor. Voor het eerst, ja. Ik ben graag straks en dan zeker het niet. En dan met z'n tweeën op. Dat is Tini Borkhuis, u heeft zojuist een boekje overhandig gekregen. Ja. Dus uw eigen boekje. Ja, mijn eigen boekje. En dat is een heel apart gevoel. Ja, want wat heeft u geschreven? Gedichten. Er staan, het is een boekje van 64 bladzijden. Ik denk dat er ongeveer zo'n 56 gedichten in staan. Waar gaan deze gedichten over? Het zijn christelijke gedichten. Voor mensen die het moeilijk hebben, mensen die een bemoediging nodig hebben. En ja. Heb je ze allemaal zelf geschreven? Ja, ik heb ze allemaal zelf geschreven. Ik ben nu zelfs alweer aan het schrijven. Hoe lang bent u daarmee bezig geweest? Deze? Ja, ik weet het niet. Het gaat door een jaar. Dat is toch redelijke tijd. Ja, ik heb nu alweer 35 klaar liggen. Die moeten nog bijgeschaafd worden, maar... Ja. Is het uw eerste boekje? Nee, ik heb eerst zelf in eigen beheer gehad. Heb ik heel veel gedichten geschreven, omdat ik geen uitgever kon vinden. En deze ben ik toevallig op internet tegengekomen. En stuur het manuscript maar op. Heb ik gedaan. En ik kreeg bericht terug van deze gedichten zijn het waard om uitgegeven te worden. Dus nu liggen ze in het hele land in de winkel? Iedereen kan hem bestellen. Ja. Bent u trots? Ja, ja, weer een trots. Ja, 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 ja. Dit is echt, dit is echt heerlijk. Heerlijk gevoel. Dank u wel. En daarmee zit deze nooduitzending, noodaflevering van het Heidewijkjournaal erop. De camera is inmiddels gelukkig weer gemaakt. Vanavond zijn we gewoon aanwezig bij de Woonsteden Seniorenavond. En ook morgen volgen wij de Heidehoogheden natuurlijk weer. Met als gevolg dat wij, ijs en wederdienende, morgenavond om 7 uur... gewoon weer een normale, nieuwe aflevering hebben van het Heidewijkjournaal. U kunt hem de hele avond nog terugkijken in de herhaling op het hele uur op EdenTV... Maar u kunt ook een oude aflevering terugkijken op www.heidewijkjournaal.nl. Dat is www.heidewijkjournaal.nl. Wat mij betreft nog een prettige avond en tot morgen 7 uur.